Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een duim en schrijf je in, word abonnee van dit kanaal. Ik ga het hebben over de hoeveelheid die Rusland al verloren heeft in deze oorlog. 2 jaar en 2 maanden is deze nu gaande. Wat is er verloren? Hoe dan ook weten we nu al dat Rusland zich vreselijk, maar dan ook vreselijk vergist heeft door deze oorlog te starten. Poetin is deze oorlog gestart met een soort van zomerleger en is naar binnen gegaan en dacht binnen 3 dagen de zaak al even rond te hebben. Omdat het was ook gelukt in Wit-Rusland, het was gelukt in Kazachstan, het was gelukt in Georgië. Dus waarom zou het dan niet lukken in Oekraïne? Ja, dat viel eventjes anders uit en ja, daarmee is een ramp ontstaan. Een ramp voor de Russische economie, een ramp voor Oekraïne, een ramp voor heel wat Russische soldaten. En daar zijn er nu ondertussen. En we gaan eventjes naar Minirus. Minirus.com, dat is een Oekraïense site die zoveel mogelijk probeert na te gaan hoeveel de verliezen zijn. Het is een Oekraïense site, dus het is de bovenkant van de schaal van schattingen. Er zijn nog schattingen die zijn nog hoger. Maar ze proberen wel zo reëel mogelijk te zijn. Er zijn andere sites die hebben lagere cijfers. Laatst is de BBC naar buiten gekomen met een veel lager cijfer. Maar de BBC ging ervan uit, alleen als we 100% zeker weten dat een bepaalde Rus is omgekomen, dan tellen we hem. De BBC kwam uit op ongeveer 50.000 Russen waar ze 100% zeker van weten dat hij was omgekomen. Maar ja, daar lag de lat wel heel erg hoog, want het moest dus een naam zijn en hij moest al begraven zijn en het moest echt alles duidelijk zijn. Nou, hoeveel mensen er dan iets volledig uit elkaar gereten zijn en nooit meer iets van teruggevonden, ja, die tellen dan niet mee. Mensen die niet gevonden zijn, dus allemaal niet. Mensen die vermist, hè, dat soort zaken. Maar ook mensen die niet in de krant gekomen zijn, want dat was een van hun bronnen. Ja, dan ook helaas, dan tel je niet mee. Dit is een schatting. Het is een zo reëel mogelijke schatting, maar het is wel een schatting. En realiseer je, hij zit misschien wat aan de bovenkant. 463.930 soldaten die voor Rusland vechten. Dat zijn dus geen Russische soldaten, het zijn soldaten die voor Rusland vechten. Gisteren 950. Nou, het zijn bijna altijd ronde tot 10 afgeronde bedragen die je hier ziet getallen. Dus dat betekent dat het echt gewoon een schatting is. En ja, dat blijft zo. Op het moment dat je een rijdende tank ziet ontploffen en helemaal weggaat, ja, hoeveel mensen zitten erin? Daar zitten dan normaal in een moderne tank 3 mensen in. Ja, dan ga je ervan uit dat er 3 mensen in zitten. Dus dan worden er 3 geteld. Zaten er 3 in? Ja, dat kunnen er wel 6 in hebben gezeten. Maar er kunnen er ook 2 in hebben gezeten. Misschien was de chauffeur al alleen. Dat kan ook. Ja, dat is dus die schatting. En dat hebben we hetzelfde met gevechtsvoertuigen waar een infanterie in zit of op zit. Dat gaat ontploffen. Ja, zaten er 4 in of zaten er 12 in? Ja, dan wordt er gerekend met, we gaan er vanuit een aanval. Normaal gesproken zitten er 8 in. Ja, dan kijken ze hoeveel zijn eruit gekomen. Oh, er kwamen 3 uit. Dan zullen er wel 5 om zijn gekomen. Ja, het kunnen er ook 12 zijn. Het kunnen er ook 3 zijn. Dat is dus eventjes altijd de vraag. Kijken we naar het hoeveelheid gevechtsvoertuigen. Er zijn er al bijna 14.000 van verloren gegaan. En Rusland is met zoveel van die dingen begonnen. Dus 100% van hun voertuigen zijn vernietigd. En dat zien we terug. We zien nog steeds voertuigen rijden, maar we zien dus ook die Chinese golfkarretjes rijden. We zien ook dat Russen gewoon met Lada's 4x4 rijden. Dus het is niet zo gek om te verwachten dat die Armored Combat Vehicles waar ze mee zijn begonnen allemaal op zijn. Alleen het is niet allemaal op, er zijn dus ook vervangingen alweer kapotgeschoten. Er zijn er kapotgeschoten, die zijn gerepareerd, die komen ook weer terug. Dus Rusland zit niet zonder, laat dat duidelijk zijn. Er zijn nog steeds gevechtsvoertuigen, maar er zijn er wel ongelooflijk veel kapot. Nou, Rusland begon met een 3300 gevechtsklare tanks, moderne tanks. Ze hebben er 7200 verloren. Dan denk je, ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan wel, want er zijn ongelooflijk veel tanks die in Rusland in de opvang stonden, in de opslag. Oude tanks uit de jaren 50, uit de jaren 60, jaren 70. Die zijn naar voren gehaald, die zijn opgelapt en daar zijn er gewoon 10.000 van bijgekomen. Ja, daar zijn dus nu in totaal 7262 tanks kapotgeschoten. Gisteren 7.
En er zullen nog wel duizenden tanks kunnen zijn. Maar dat zijn dan vooral oude tanks. Rusland heeft zijn meest moderne tanks niet ingezet. Want ze zijn gewoon bang dat die ook net zo makkelijk kapotgeschoten worden. Dus ook daar zie je dat de hoeveelheid aan tanks is enorm afgenomen. De kwaliteit van die tanks is enorm afgenomen. En dan degene, de goede tanks die er zijn, en dat zijn er niet zo heel veel, die durven ze dan niet eens in te zetten. Ja, waar wachten ze dan op? Ja, op een moment, op een situatie waarbij je die dingen veel minder, met veel minder risico kan inzetten. Ja, of dat moment komt in deze oorlog is de vraag. Want we zien nu dat Oekraïne veel hulp krijgt en de F-16's gaan eraan komen. Dus het wordt voor de Russen niet makkelijker de aankomende tijd. Dus, nou, verder dan artillerie. De Russen begonnen officieel met 5700 stukken, maar hadden er ongelooflijk veel in de opslag. Er zijn er al 11.867 kapot. Gisteren 31 stukken kapotgeschoten. Ook hier geldt, ja, wat is artillerie? Ja, het is in feite een basis waarop een loop ligt. En dan doe je een granaat erin en je schiet hem af. Dus je kan hele dure systemen hebben met een enorm computersysteem die bijna altijd raken. Daar hebben met name de Oekraïners heel veel van. Of je hebt, zoals Rusland, ja, een loop met een paar wielen eronder en afschieten. En dat komt al ergens terecht binnen de 100 meter dat je het verwacht. Nou, dat laatste heeft Rusland dus heel veel. En er zijn er dus al veel van kapot. En wat Rusland nu merkt, en dat ziet de Oekraïne ook, is dus dat de hoeveelheid artillerie die ze hebben enorm aan het afnemen is. En er is moeilijk aan te komen voor de Russen. Ze hebben wel wat eigen productie, maar is niet meer, ja, zoals vroeger. En de kwaliteit van de artilleriestukken neemt ook af. Dus de hoeveelheid en de kwaliteit neemt af. In het begin schoot Rusland makkelijk 20.000 granaten per dag af, soms al meer. En nu zie je dus dat het een stuk minder is geworden. Oekraïne de laatste tijd ook, maar dat kwam omdat ze geen granaten meer hadden. En dat zal nu gaan veranderen. Oekraïne heeft het nadeel dat ze gewoon überhaupt weinig stukken hebben. Alleen die stukken die ze hebben, die zijn wel van een hele goede kwaliteit. Dus zolang die kunnen schieten en niet kapotgeschoten worden door drones of iets, heeft Rusland er echt wel een probleem mee. Maar het feit is, Rusland heeft goede drones die echt wel een gevaar zijn voor de artilleriestukken van Oekraïne. Dus daar ook wel iets om rekening mee te houden. Dan, aantal vliegtuigen. 348 zijn er neergehaald. Rusland had er zo'n kleine 1400 toen ze begonnen. Dus daar zie je dat er nog niet extreem veel verloren is. Maar ja, toch al een kwart is verloren gegaan van de vliegtuigen. Dat is toch al wel heel stevig. Maar de luchtmacht van Rusland is nog redelijk intact. Maar kunnen weinig boven Oekraïne. Waar zitten de Russen dan op te wachten? Ja, eigenlijk dat de luchtafweer zo zwak is dat ze daar gewoon wel kunnen vliegen. Daar leek het op dat dat zou gaan lukken. Nu zie je dat de westerse landen en Amerika er snel met steun komen. Dus Rusland heeft gegokt dat het zal gebeuren. En het ziet er naar uit dat dat net niet gaat lukken. Maar de luchtafweer blijft wel een puntje van zorg. Andersom trouwens ook, want de F-16's komen er de aankomende maanden aan. En de vraag is of Rusland nog genoeg luchtafweer heeft binnen Oekraïne om die F-16's goed tegen te kunnen houden. Gaan we zien. Dan helikopters. Een derde van de Russische helikopters is al neergehaald. Ook daar, men dacht, zeker in het begin, van, oh, we gaan heel veel met helikopters doen. Dat was bij Hostomel en bij Kiev, dat vliegveld, met helikopters het aangevallen. Die krengen bleken redelijk kwetsbaar te zijn. Dus daar is dan veel van neergehaald. En je ziet nu dat helikopters veel minder gebruikt worden. Oekraïne gebruikt ze zelf ook. Maar ook heel voorzichtig, want ja, die helikopters schijnen gewoon kwetsbaar. Dan het aantal schepen. Er zijn 26 schepen en boten zijn er geraakt, waaronder ja, een paar belangrijke in de Zwarte Zee. In de Zwarte Zee is dat gevoelig geraakt. Als we kijken naar de hele marine van Rusland, ja, dan stelt het nog niet zoveel voor. Maar goed, 5% van de Russische marine is kapot. Kijk je in de Zwarte Zee, ja, dan praat je toch wel over ongeveer de helft van de kracht die Rusland daar had, is daar verloren gegaan. Maar dat kan aangevuld worden zodra Rusland via de Bosporus nieuwe schepen mag binnenvaren. Dat wordt nu tegengehouden. Of Rusland moet, ja, via rivieren nieuwe schepen zien aan te voeren.
of dat zomaar kan, of ze daar kunnen bouwen en zo, weet ik niet. Hè? Maar dat zou dan ook een punt kunnen zijn. Maar de Zwarte Zeevloot is zwaar geraakt. Nou, wat ik al zei, dit is alles vanuit Oekraïne gezien. En ik ken geen site waarin Rusland op een reële wijze ditzelfde toont voor Oekraïne. En aan een reële wijze, dat benadruk ik echt. Want als we de Russische site mogen geloven, de Russische kant, ja, dan hebben ze wel 4 keer zoveel Leopards 2 kapotgeschoten als dat er überhaupt ooit geleverd zijn. Dus ja, die Russen die tekenen snel van, oké, die hebben we vernietigd. En ja, dan blijkt dat dus niet zo te zijn. Het kan ook zijn, en dat heb ik al heel vroeg in de oorlog al aangegeven, Oekraïne heeft heel snel met neppers gewerkt, houten modellen die dan net leken alsof het een echte tank of een echt artilleriestuk was. Dat heeft ongelooflijk veel resultaat opgeleverd. Dus de Russen dachten echt dat ze een Leopard 2 kapot hadden geschoten, maar het was slechts een rubberen of een houten model. En ja, dan wordt die wel geteld, maar het is natuurlijk nog steeds niet die echte Leopard. Dat wordt tot op de dag van vandaag worden gedaan. Rusland is er nu ook een beetje mee begonnen. En hoe herken je dat dan? Nou ja, als je een Russische tank raakt, dan zegt die boom en alles klapt omhoog. Op het moment dat je een Russische tank raakt en plop, ja, terwijl die wel goed raak is, dan heb je toch kans dat je een houten model geraakt hebt. Dat gebeurt nu dus ook wel eens. De Russen zijn er minder actief in als Oekraïne. Voor Oekraïne is het ook belangrijker. Rusland heeft gewoon daar behoefte niet zo aan, omdat ze gewoon zo ongelooflijk veel aan materiaal hebben. Dat het ze niet zo boeit. Bij Oekraïne is het veel belangrijker dat ze die Russen neppen. Want ja, dat scheelt ze in ieder geval het echte werk. Dus vandaar dat Oekraïne er actiever in is. En heel actief ook in is. En ja, het heeft heel lang geduurd voordat een eerste Patriot-raket, althans installatie, geraakt werd. Terwijl Rusland al had aangegeven, we hebben er al 4 vernietigd. Ja, daar waren 4 neppers. Totdat ze er eindelijk een keertje 1 echt hadden. Ja, en dan zie je, dan is het echt wel een rouw in Oekraïne. Want ja, zo'n systeem is niet alleen duur, maar ook ongelooflijk belangrijk. Alleen zo'n Patriot systeem bestaat uit verschillende delen. Verschillende lanceringrichtingen. Een raket, een radar moet ik zeggen. Energietoevoer. Dus er zijn verschillende onderdelen, die staan ver uit elkaar. Als Rusland iets raakt, ja, dan is het even de vraag, wat heb je geraakt? Er zijn 3 lanceringrichtingen per systeem. Ja, als je er 1 van raakt, heb je nog altijd een goed systeem wat kan werken. Je hebt alleen nog maar 2 lanceringrichtingen. Dus dat is altijd de vraag van, wat is er dan precies geraakt? Raak je het radardeel, ja, dan heb je wel een probleem. Want dan is het verder die batterij daar niet meer zo nuttig. Maar dan kunnen die lanceringrichtingen wel bij een ander Patriot systeem aangeklikt worden. Goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ik hoop op 1 mei op 15.000 abonnees te zitten. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!